Eenwieler Peter Telgenkamp komt uit Almelo. Hij is, vorig jaar kwam hij met flaporen en dit jaar gaat hij als paus. In een fraaie jurk gemaakt door de buurvrouw. Zit wel een beetje nauw om de benen daar. Dat is moeilijk trappen op zo'n eenwieler. Even over het wipje heen. Nee dus. Peter Telgenkamp had wat moeite hier al op die gladde balk in Leeuwarden. Om met zijn eenwieler de zaak stabiel te houden. Ja, het was eigenlijk voor de wip al gebeurd. Ja, Lou, hè? Voor de wip was het al klaar. Karst Dijkhuizen. Komt uit Niebert. Pas op, want we krijgen heel wat mensen uit Niebert aan het vertrekken hier vanavond in Leeuwarden. De familie Dijkhuizen is breed vertegenwoordigd. Kijken we even naar Karst, hij is 16 jaar. En concentreert zich. Ja, die eenwielers die gaan wat minder snel. Concentreert zich en dan gaat hij over die wip heen. Oh, dat doet hij goed. En we gaan de richting van de 20 seconden uit als Karst op weg is naar dat hele smalle gedeelte. Ja, dat hadden we er straks, dus blijft er wel bij, kijkers. Want dat hebben we nou weggehaald bij die eenwielers. Want dat kon echt niet. Dus de balk blijft dan gewoon 33 centimeter breed. En hij gaat rond de 30, 32 seconden over de finish en hij haalt het. Ja, Karst. 33, 76 honderdste. Kijk wat de rest van de familie Dijkhuizen er straks van gaat maken. Koos de Vries, verleden jaar heb je gewonnen. Je bent met de estafette en je bent individueel tweede geworden. Je hebt een enorme reputatie op te houden. Ja, dat hebben we, mag ik wel zeggen, ja. Ben je erg nerveus? Wel een beetje, ja. Ja, want ik merk een duidelijk verschil, want vanmiddag toen we elkaar spraken. Ja. Nou, ik zal je niet veel afleiden dan. Aan de andere kant is de finish. Dit is een goeie hoor, Koos de Vries uit Graft de Rijp in Noord-Holland. De verzekeringsconsulent werd vorig jaar tweede bij de eenwielers. En de snelste tijd is 33 seconden, 76 honderdste. Koos zou het kunnen doen. Hij gaat als een snelle over de wip heen. En nu die laatste meters, vol waak hier op die balk. En Koos gaat zeker de snelste tijd maken bij de eenwielers. Een formidabele tijd van 13 seconden, 62 honderdste. Een onverwacht snelle tijd voor een eenwieler. Dat is Martin Dijkhuizen, we kennen hem uit Niebert. Ja, in één keer erop. Ja, en vasthouden Martin, tuurlijk. Ja, ja. Het zal mij benieuwen of die onder het bord door kan. Want de fiets is 2,40 meter hoog en als hij erop zit, dan praten wij toch wel over een stiekem naar binnen kijken op de eerste etage. Hè? Dat is wel mogelijk hierbij. Martin Barel denkt, ik schiet hem maar rap af, want voordat hij eraf valt. En daar gaat Martin. Wat zal hij doen in Leeuwarden? Hij is nog nooit aan de overkant gekomen met die verschrikkelijke lange fietsen. Oh, maar hij gaat hier vanavond in Leeuwarden scoren. Hou hem vast, Martin. Ja! Op de finish. In 16 seconden, 44 honderdste. Voor het eerst, Martin Dijkhuizen, de hoogzitter uit Niebert. Over de finish bij Fiets hem erin. Maurice Goesten komt uit Wel in Gelderland. Rijdt pas een half jaar op de eenwieler. Is er nog een beetje debutant in deze klasse. En ook hij gaat het proberen. Oeh, even dat voorzichtige. Hij heeft zo'n heel breed wiel, een beetje een bronfietswiel. Ah, dat kan natuurlijk een voordeeltje zijn. Vooruit Maurice. Ah, de wip ging goed. Ah, en hij laat zich niet afleiden door dat gejuich hier van het publiek in Leeuwarden. Want hij heeft nog een end te gaan. Nog een meter of 8, 9. En dan is hij aan de finish. En het is op zich al een prachtige prestatie op die gladde balk hier in Leeuwarden. Om aan die overkant te komen. Ah, dat ging ook nog maar net, Maurice. Maar hij is er binnen de halve minuut. Bert Stokkingreef komt uit Almelo. Heeft goede stemming, want hij is net geslaagd voor de MAVO. Werd vorig jaar vijfde. En wat gaat hij nu doen hier? Heel rustig in concentratie. Gaat hij op de wip af? Oh. Hij haperde na de wip. We kijken nog even in de herhaling naar Bert Stokkingreef daar uit Almelo. Ja, kijk. Misschien is het verzetje wat klein. Hij ging hard op die wip af. En dan kom je dan even moeilijk af. Hè? Ja, te veel naar links hellen, je drijver laten vallen en het is gebeurd. Wederom Almelo in de bocht met Marco Seinen, ook net geslaagd voor de MAVO. Met het snelle pak aan. Je zou kunnen zeggen, alleen het rugnummer houdt je een beetje tegen. Oeh, dat gaat in het begin een beetje dat je zegt, hoe, je houdt je hart vast. Maar dat gaat goed snel, over die wip, hou vast! Nee, nee. Even dat remmen naar die wip, dat geeft problemen. Marco ging vrij goed in het begin. Wel hier en daar een beetje schokken naar je positie zoeken, maar als je toch naar dat tempo kijkt wat hij hier draait op de balk. Dan ging het hem heel goed af. Maar let op, eigenlijk nadat hij over die wip is, maakt hij misschien een klein foutje. Het is of hij terugtrapt, of hij afremt. Hier, even dan, ja, die hapering. En dat moet je niet doen, dan moet je door.
Ja, Koos de Vries die staat aan de leiding met 13 seconden 62 honderdste. Dat is papa Koos, want hier is zijn zoon Jacco de Vries. En die kan het ook heel goed op de eenwieler. Wat gaat hij hard? Jacco gaat zijn vader misschien wel verslaan in Leeuwarden. Hij heeft nog een paar seconden de tijd. De laatste 6, 7 meter. Gaat Jacco zijn vader verslaan? Let op die seconde, jongens. Oh, net niet. Het is 0,3 van de seconde dat Jacco achter zijn vader staat op de tweede plaats op dit ogenblik in het klassement. Geweldig, die familie de Vries uit Graft de Rijp. En dat waren dan de eenwielers. Gewonnen door Koos de Vries met 13 seconden 62 honderdste. En op kleine afstand zijn zoon Jacco de Vries op de tweede plaats. Martin Dijkhuizen een hele sterke derde vanavond in Leeuwarden. Met zijn hele hoge fiets van 2,40 meter. Nog nooit was hij aan de overkant gekomen. Maurice en Karst goed gefinished, maar wel op afstand. En dan nu de estafette. Het laatste onderdeel van deze uitzending van Fiets hem erin. Van beide kanten start een deelnemer. En dan gaat het erom wie de snelste tijd maakt. Beide moeten aankomen en de snelste tijd geldt. Het wordt spannend, dat zeker. Daar staat Twan de Bond. En aan de overkant zien we dan straks Johan ter Haar. Ze komen uit Gennep. En dat zijn de eerste deelnemers bij de estafette. Ze hebben wel hele vreemde fietsjes met stepwieltjes. Het begin is aardig. Maar ja, je moet in de eerste plaats op de weg blijven. Daar in het midden, waar Johan ter Haar overheen rijdt, daar moeten de kandidaten elkaar passeren. Dus door het vuur plas maken. En zoals gezegd, je moet alle twee aankomen, anders word je niet geclasseerd. Onder in uw beeld staat Kees van Rossum en aan de overkant daar bij de start Allard van der Val. Dat is Allard, daar bij Martin Barel. Ze komen uit Lange Lille, mooi plaatsje in Zuid-Friesland. Hebben hele aparte fietsjes. Let eens op dat stuurtje als dat maar goed blijft en die zadeltjes. Ze hebben er bijna niet op getraind, ze durfden niet. Ze waren bang dat de fiets kapot ging. Oh, wat jammer zeg. Allard ging te water, toen dacht Kees, ik ook maar. Samen zwemmen is leuker dan alleen. Hier is de slof uit Lange Lille. Kees van Rossum, die aan deze kant startte op die hele leuke fietsjes. En Kees hield het nog lang vol. Daar aan de overkant ging zijn maat al. En toen Kees dat zag, schrok, die ging hij zo overhellen over dat zadel. Ja, alleen dan is het gebeurd, hè. We gaan weer kijken naar twee schoonzusters, Anneke Prins en Ietje Prins. Hier uit Friesland. Anneke heeft al zo goed gescoord. Maar straks bij de tweewielers. En wat zal ze in de estafette doen? Wat zien de dames er trouwens mooi uit. Mooie hoeden hebben ze, maar ze gaan wel heel ver komen. Nou komen ze op dat middenstuk, daar moeten ze elkaar passeren. Hou hem vast, dames. Oh, het zit hem in de hoeden, het venijn. Ja, je mag niet met je benen op de grond, maar heb ik het gezien? Lou had net even een vuiltje in zijn oog. Oh, wat jammer zeg. Een van de dames al te water. Ja, cross hem erover, dat had je gedacht. Martin Dijkhuizen is net derde geworden bij de eenwielers. Die gaat nu meedoen aan de estafette. Hij is wat kleiner geworden. Inderdaad, hij is wat gezakt, hè. Je had straks wat moeite om erop te komen. Het was ongelooflijk op zo'n hoge eenwieler om aan de overkant te komen. Dus dit moet helemaal lukken. Ja, maar kijk, allerlei dingen die kunnen gewoon weer een rol spelen, hè. Dus je weet het nooit, hoor. Echt niet. Vertrouw je een beetje op je maatje aan de andere kant? Zeker weten die. Ik denk wel dat hij het haalt. Zwingende opstap van Martin Dijkhuizen uit Niebert. En aan de overkant staat de Harald Veulekes, ook uit Niebert. De twee eenwielers in actie bij de estafette. En over het algemeen komen die eenwielers vrij goed over die balk heen, dus het zou moeten kunnen. Maar wat gaat er op dat middenstuk gebeuren waar ze elkaar moeten passeren? Ja, Martin moet afremmen, wordt een zuur plasje. Je moet hier al te langs en ze mogen niet met de voeten op de grond. Ja. Ja, dat is jammer jongens, hè. Dat zijn de regels, hè. Ja. Jan Cox heeft net als Gerrit Rijntje straks bij de tweewielers een constructie waarmee hij achteruit moet trappen om vooruit te gaan. Jan, je bent de hele dag al druk in touw. Je bent ontzettend nerveus, hè? Ja, daar zit wel wat in, ja. Ik weet niet of ik het haal dit keer. Vorige keer tweede geworden en nu weet ik niet of ik het haal. Aan de andere kant, heb je daar een beetje vertrouwen in? Nou, als het een beetje mee zit, lukt dat wel met Gerrit, denk ik. Die heeft niet zoveel problemen met de zenuwen als ik. Ja. Heb je een slokje moeten nemen om de nervositeit te stillen? Nee, de vorige keer wel. Jan Cox en aan de overkant Ger Hoeimakers. Met mooie fietsen met rolaandrijving. En let ook weer eens op de banden. Dit is Ger. Het zijn weer banden die van uit grasmachines zijn gekomen. Vooral die achterbanden. En de voorbanden komen van kleine Britse autootjes. Maar, nee, niks te maar eigenlijk, hè. Want Jan Cox ging voortijdig te water. En voor Ger Hoeimakers is er nu nog maar één ding. Dat is toch maar veilig thuiskomen. Dan hoef je tenminste het water niet in. Kunnen wij nog even genieten van die prachtige rolaandrijving waarbij je achteruit moet trappen. Mooi gemaakt, jongens, die fiets.
Daar staat Koos de Vries, de winnaar bij de eenwielers daar straks. En aan de overkant zijn zoon Jacco de Vries, die tweede werd bij de eenwielers. En samen gaan vader en zoon starten in de estafette, die ze vorig jaar trouwens wonnen. Dus misschien gaan ze dat ook wel doen. Geweldig, die familie de Vries uit Graf de Rijp. Mekaar passeren, mekaar niet aankijken. Ja, net als vorig jaar. Blijf geconcentreerd op die balk. En haal de overkant, jongens. Dat gaat uitstekend, hoor. Vader en zoon... Ja, ging dat goed? Ging die finish goed daar? Nee, dat zeg ik nou wel. Die fiets die was al aan het bungelen, Lou, voordat hij over de streep ging. 1 meter voor het eind viel hij eraf. Maar ja. We moeten toch ietsje door de vingers kunnen zien, ja? We moeten ietsje door de vingers kunnen zien. Hij is droog gebleven. Ja, dat is waar. Vind ik wel een goeie. Vader en zoon de Vries uit Graf de Rijp voorlopig aan de leiding bij de estafette. Aan beide kanten staat de helft van een tweeling, de zusjes Meijndersma. Ik heb altijd gehoord, tweelingen trekken naar elkaar toe, dus de eerste helft moet goed gaan, maar dan, hè? Ja, ik weet het. We hebben wel geoefend, maar we moeten maar afwachten, hè? Jullie weten in ieder geval, jullie zijn de laatste in de rij. Er is nog niemand in de estafette, althans met z'n tweeën, aan de goede kant gekomen. Als jullie het redden, het maakt niet uit wat voor tijd, dan winnen jullie het. Zware druk dus. Ja. Nou, Sterre daar les best, we zullen het hopen. Veel succes. De laatste deelnemers van vanavond. Boukje Malda uit Dokkum en Saakje IJsinga uit E. Een tweeling. En zullen die dan nog eventjes het gaan maken? Let op de tijd van vader en zoon de Vries. 16 seconden, 23 honderdste. En twee dames gaan het hier afsluiten. Krijgen een heel moeilijk punt. Gaan ze elkaar passeren? Ja. Oh, wat fantastisch. Meiden, blijf erop, hè. Laat Friesland er eens even boven staan. Ja. Ze worden niet de winnaars, maar fantastisch hoor, de beide dames over de finish in Leeuwarden bij de estafette. De prijsuitreiking van Fiets hem erin 1985.